Goedemorgen iedereen. Ik ben door vakje Noorderbos uitgenodigd voor deze Bijbelchallenge. Bedankt vakje daarvoor. Ik heb de volgende tekst uitgekozen en die staat in Efeze 4 vers 1 tot 2. En daarin schrijft Paulus: ik zit gevangen omdat ik de Heere dien en vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Heere geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk en heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Er zijn een paar woorden die er voor mij ook erg uitspringen. En dat is ook de vriendelijkheid en ook het verdragen van elkaar en ook geduld te hebben met elkaar, ook als christen onderling. We kunnen soms zo verschillend denken over bepaalde dingen, maar we moeten altijd weer ons uitgangspunt ook nemen dat we samen een eenheid vormen in het lichaam van Christus. En dan mogen we verschillend soms denken, maar vooral het aanvaarden van elkaar is heel erg belangrijk. En ook het geduld hebben met elkaar, ook in deze tijd. Voor de volgende keer wil ik nomineren voor de Bijbelchallenge, en dat is Nanna Kuipers. Ik wens je heel veel succes daarvoor. En voor iedereen een hele fijne zondag en een hele goede dienst.